Ik heb net gestegen met Basic en met Krol. Nu wil ik weer naar beneden. Hoe gaan we dat doen? Eerst bevestig je je abseil 8 met een carabine aan je gordel. In dit geval zit grote oog van de abseil 8 aan de carabine. Zo kan ik makkelijk inbinden zonder daarbij mijn acht te verliezen. De 8 maakt een flip, een salto. En hij gaat zo weer in de carabine. De carabine draai ik dicht. De volgende stap is dat ik mijn 8 moet afbinden. Bekijk daarvoor de instructiefilm 8 afbinden. 8 gaat, of sorry, het touw, het onderste gedeelte van het touw, gaat over de 8 heen. En moet dus hier klemmen op het bovenste gedeelte van het touw. Het onderste gedeelte, klemgedeelte, haal ik door de carabine heen. Ik maak een lus. Die lus maak ik lekker groot, dat ik flink wat werktouw heb. En hier leg ik vervolgens mee een halve steek om het smalle gedeelte van de 8. Deze actie herhaal ik. Nog een halve steek om het smalle gedeelte van de 8. In een keien-situatie met 2 zelfzekeringen zou ik hier mijn tweede zelfzekering inhangen. Dat simuleer ik nou eventjes met dit setje. Nu heb ik in principe een nieuw vast punt gecreëerd, want een krol met basic zien we krol als half punt, basic afhaal half punt is gezamenlijk 1 heel punt. Dit is mijn nieuwe hele punt, dus dat betekent dat ik deze situatie weg kan halen. Nou, wat hierbij belangrijk is, is dat ik mijn basic niet heel hoog heb zitten. Want ik kom namelijk eerst in mijn 8 straks te hangen. En als mijn basic dan heel hoog zit, krijg ik hem niet meer los, omdat ik in mijn zelfzekering hang. Dus die basic gaat een stukje naar beneden. Maar wel met genoeg ruimte dat ik mijn krol kan losmaken. Eerst wat losgaat is de krol. Ik ga staan in de trappoort en ik haal de krol los. Op het moment dat de krol los is, doe je gelijk de sluiting weer dicht. Vervolgens ga je heel rustig hangen. En jullie zien nu dat ik hang in mijn abseil 8. En niet in deze zelfzekering meer. Oftewel niet meer in mijn basic. Deze haal ik weg. Eerst mijn trapkoord. Ik haal mijn basic weg. Vervolgens ga ik mijn abseil 8 gebruiken. Op het moment dat ik deze carabine loslaat, moet ik zorgen dat ik dit uiteinde blijf vasthouden. Dit is mijn zekerhand. Dus ik blijf de touw vasthouden. Om het extra veilig te doen, zet ik nou mijn hand over de sleutel. Dit is de sleutel van de 8. Zet ik mijn hand overheen, zodat de sleutel er niet uit kan geraken. Die hand is als het ware vervanging van de 2 halve steken die er zo net omheen zaten. Dit touw trek ik eruit. Nou komt het mooie moment. Ik tik mijn sleutel uit mijn 8. Ik hou 2 handen onder de 8 en ik kan